gelijk het vragenuurtje aan, het vragenvuur vanuit de zaal. Ook omdat mevrouw Bouwmeester om 9:30 de trein weer terug moet nemen. Dat is wel aan het voer. Ik voel eruit zo'n wannabe prima, maar ja, we gaan dus door met het vragenvuurtje. Joost, aan mijn linkerzijde. In het begin werd er gesproken over weinig overheidsvermoeienis en veel vrijheid voor de burger op zich. Nou, dat is een heel leuk idee. Maar het is volgens mij ook een idee dat alleen de toepassing is op een heel klein clubje. Mensen die zeer welvarend zijn, hoog opgeleid, niet ziek, niet oud. Hoe bezie je dat? Nou, ik kan meteen zeggen dat dat niet klopt. Want ik ken de Libertariërs in Nederland. En dat is zo ongeveer het meest diverse gezelschap dat ik ken. Daar zit jong, oud, alle inkomensgroepen, alle onderwijsachtergronden die je zo ongeveer kan bedenken, zit daarin. Ook mensen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Het is niet een idee dat stoelt op welvaart. Op rijke, grote bedrijven. Laat ik dat zo zeggen. Als dit een partij was voor de superrijken, dan zouden de grote bedrijven ons wel sponsoren. Dat doen ze niet. Ze zien namelijk dat wij eigenlijk een bedreiging voor hun zijn, omdat grote bedrijven vaak steunen op de overheid. Die steunen op bescherming van de overheid. Die krijgen speciale rechten van de overheid. Voorbeeld, u noemde zieke, zwakke mensen. Dan kan u zeggen, bijvoorbeeld in Nederland hebben wij een aantal zorgverzekeraars. Die zitten in een overheidsgesteund kartel. Lange tijd geleid door Hans Wiegel van de VVD. Ze laten geen buitenlandse concurrenten toe. Ze laten geen kleine nieuwe zorgverzekeraars toe. En de raden van bestuur zitten vol met politici van de gevestigde orde. Oké, het is een hele conspiracy. Mag ik Het is geen conspiracy. Dit is gewoon feitelijk. Kijk gerust wie er in die raden van bestuur zitten. En dan zult u zien ex-politici en politici met nevenfuncties. En die moeten dan objectief zijn. Maar ik vind het wel een hele leuke vraag eigenlijk. Want ik wil ook wel even op zoek naar de scherpe kantjes namelijk. Vind je nou dat we een sociaal vangnet moeten hebben? Dus voor iemand die echt niet mee kan in de maatschappij, die echt niet kan werken. Vind je nou dat die heb ons politieprogramma gelezen? Dan hoeft het je niet te verbazen dit. Vind je nou dat mensen die echt niet mee kunnen, mensen die echt hulp nodig hebben, vind je nou dat de overheid die moet helpen of niet? Ik vind dat de overheid er niet is om die mensen te helpen. Ik vind dat wij er zijn om die mensen te helpen. De Libertarische Partij staat niet voor overheden die iets doen. Wij staan voor mensen die iets doen. Wij staan voor daadwerkelijke onderlinge compassie. Dat betekent dat als jij iemand wil helpen, jij iemand helpt, jij zelf die verantwoordelijkheid neemt. Het is niet een staat die zegt, oh, ik help jou met geld dat ik eerst van hem afpak. Nee, maak jouw eigen beslissing. Als jij mensen wil helpen, help ze dan. Neem die verantwoordelijkheid. En dat kan je doen als de staat niet meer bij kan 60% van je inkomen steelt. Ja, Lea. Fantastisch, hij bedoelt nee. Lea, denk je dat we daar een vertrouwen op die onderlinge compassie hebben? Nou, ik vind het heel belangrijk, onderlinge compassie. En het is heel mooi en warm als mensen dat doen. Ik ben momenteel woordvoerder geestelijke gezondheidszorg. En ik spreek mensen in instellingen die allerlei achtergronden hebben. Ook iemand die een heel groot bedrijf had. Zijn vrouw ging bij hem weg, raakte helemaal in de war. Ging drinken, betaalde zijn rekeningen niet. Kwam in de goot, had helemaal niemand meer. Als het goed gaat, heb je vrienden. En als het slecht gaat, heb je die niet altijd meer. En als daar niemand meer voor jou is, dan lig je dus in de goot. En ik denk dat het een kwestie van beschaving is, dat we dat voorkomen. En als het toch gebeurt, dat je die mensen een steuntje in de rug geeft. Zodat ook mensen die pech in hun leven tegenkomen, weer het beste uit zichzelf kunnen halen. En het draagje tussen een goed en een slecht leven, woordvoerder GGZ, dak- en thuislozen, maatschappelijke opvang. Ik hoop dat het heel ver van jullie allen vandaan staat. Maar het kan ons allemaal overkomen. En nogmaals, als je geen netwerk hebt en dat vangnet van de overheid is er niet, dan heb je dus gewoon pech. En dat zijn Amerikaanse toestanden. Ik zie dat je brandt. Ik kan mij in het verhaal van compassie absoluut vinden. Het is inderdaad, dat kan iedereen overkomen, maar het woord overheid, dat kun je eruit halen.
Want dat vangnet dat er dan is, dat is niet alleen vrienden, dat is ook liefdadigheid. En voor liefdadigheid is meer ruimte als de overheid minder wegneemt. Dat is bewezen dat er een directe negatieve correlatie is tussen liefdadigheidsuitgaven en overheidsuitgaven. Hoe meer overheid, hoe minder liefdadigheid. Dankjewel. Bedankt, vriend, voor de vraag. Misschien hadden we het net gehad over het ontslagrecht en over de CAO. Mm-hmm. En u stelde dat de collectieve arbeidsovereenkomst, wat toch het eerste is wat een werkgever met een werknemer afspreekt, dat u daar tegen bent en dat u dat wilt afschaffen. Ik zie dan niet voor me hoe de leek onder het recht, de meeste mensen in deze maatschappij, hoe die hun rechten gewaarborgd zullen zien bij de werkgever. Duidelijk. Uw vraag is duidelijk. Het is een goede vraag, maar er zijn twee aannames. Ten eerste, ik zei niet dat wij de CAO's wilden afschaffen. Dat zei mijn collega van het CDA en dat klopt niet. En wij willen de CAO namelijk alleen niet meer algemeen verbindend verklaren. En dat is even het punt. Waar dit om gaat, het is heel simpel. Jij kan ook zeggen, die CAO wordt onderhandeld door een vakbond. Voor de leden van die vakbond, die een contributie betalen aan die vakbond. En als jij het dan niet aan kan, dan word je lid van die vakbond en dan regelt die vakbond het voor jou. Geen enkel probleem. Maar op het moment dat jij zegt, ik wil buiten die vakbond blijven en ik kan het voor mezelf onderhandelen, dan moet je die vrijheid ook hebben. Dat is alles wat we zeggen. Er moet wat ruimte voor flexibiliteit komen. Maar wie zegt, ik wil bij een CAO, ik wil bij een vakbond, go ahead, geen probleem. D66? Ik wil bij een CAO. Ik zit niet bij een vakbond, ik heb wel een CAO. Ik weet dat ik 9% van al mijn inkomen wat ik verdien, dat mijn vakantiegeld is en dat ik dat in mij weer krijg. Ik weet dat ik per zoveel uur, dat ik zoveel tijd pauze krijg. Maar heel veel mensen van de maatschappij weten niet hoe dat in elkaar steekt en zien niet in hoe ik denk dat de meeste mensen dat daarachter zullen komen zonder dat een algemeen geldende CAO is. Ja, dat moet hij zeggen dan. Ja, dat vind ik wel. Nou, ik zie het dus zo voor me dat als iemand dat zelf niet wil uitzoeken, niet kan uitzoeken, dan sluit hij zich aan bij een vertegenwoordigend orgaan. Kijk, ik noem een vakbond, er zijn ook dus alternatief voor vakbonden, er zijn allerlei vertegenwoordigende organisaties die de belangen van diverse werknemers organiseren. Dat is geen enkel probleem. Die kunnen collectief onderhandelen met iedere werkgever. Tuurlijk, geen probleem. Maar wat alles erbij zeggen is dat iemand die zich daar buiten wil houden, zich er ook aan moet kunnen onttrekken en zeggen, ik onderhandel voor mezelf. En die ruimte krijg je nu niet. En dat is alles wat wij willen. Ik voorzie een interessant debat hier tussen de zaal en de libertarische partijen voor de rest vanavond. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik denk dat ik daar wel een fundamenteel punt wil aanpakken waar de libertarische partij mee komt. Dat of de overheid het nu moet doen of dat wij het moeten doen. Ik ben natuurlijk ook deel van die conspiracy waar u het over had. En ik heb dus mijn huiswerk goed gedaan en de website bekeken. En ik heb gezien dat de motivatie van Victor was, op een gegeven moment ging die overreis, de grens over. En toen kwam je er eigenlijk achter dat het maakte niks uit. Die grens was een fictie, de overheid, alles wat er geregeld was een fictie. En ik wil je graag uitnodigen om met mij een keer de grens over te gaan van Maastricht naar Luik. Want als je dat namelijk doet, het moment dat je de grens overkomt, dan zie je onmiddellijk het verschil wat overheidsbeleid uitmaakt. Onmiddellijk. De welvaart van Limburg aan de Nederlandse kant is vele malen hoger dan aan de Belgische kant. Dat heeft onmiddellijk een impact op het aantal alcoholisten dat er is aan de Belgische kant van de grens. Heeft allemaal te maken met overheidsbeleid. Dus we hebben goede overheid nodig, goed overheidsbeleid. En dat doe ik gewoon niet vanzelf. Ik dacht namelijk wel. Goed overheidsbeleid. Ik ben het op zich wel met u eens. Maar goed overheidsbeleid is minder overheidsbeleid. Hoe meer beleid en hoe meer regulering je erop stapt, hoe slechter het wordt. Ja. Fantastisch, ik hoor je de kleine krachtige overheid van de VVD. Dankjewel. Nou, we zien inderdaad wellicht wel ruimte voor heel klein en dan niet al te krachtig. Maar de VVD spreekt vaak van een erg kleine overheid en maakt
belofte toch niet zoveel klein. Nou, dat vinden we toch wel teleurstellend. Dan wordt er beloofd, de belasting gaat omlaag en de BTW gaat naar 21%. Dan wordt er beloofd, geen soevereiniteitsoverdracht naar Brussel en dat ESM wordt goedgekeurd. Ja, zonder inspraak van het volk. Overigens ook naar D66 toe. De partij van de referenda. Geen referendum gehad. Dat vind ik toch weer teleurstellend. De Libertarische Partij staat voor inspraak. Ik ben blij. Ja. Prachtig. Ik vind het ook, doet het erg bevlogen in ieder geval. Dat vind ik fantastisch. Het ESM. Ik snap van jouw redenatie, we moeten geen Europese staat hebben, dus we hadden het ESM nooit moeten steunen. Dat snap ik volledig. Ik heb voor de pauze uitgelegd waarom ik vind dat dat wel noodzakelijk is. We moeten er wel mee stoppen inmiddels, maar goed. Ik ben daar erg blij mee. Je moet een overheid hebben die doet wat de markt niet kan. Zelfs zegt de VVD het altijd. Dus dat betekent dat de zaken die niet uit zichzelf ontstaan en die we wel belangrijk vinden, daar heb je een overheid voor. Dan heb je bijvoorbeeld over een sociaal parlement. Dan heb je het bijvoorbeeld over onderhoud van de openbare ruimte. Dan heb je het bijvoorbeeld over infrastructuur en ook heel erg belangrijk, dan heb je het over veiligheid. En ik denk als we daarvoor de overheid niet hadden, dan hadden we een heel ander land gehad. En ik weet niet of dat een beter land was geweest. Jawel, dat weet ik wel. Dat was geen beter land geweest. Dankjewel. Onze site te komen. Ga je akkoord, ja of nee? Dus ik klik nee en direct word ik teruggestuurd naar Google. Hoe vrij is dat? Ik zal u al simpel wijzen dat deze wetgeving aangaande cookies die u, dat zijn die kleine bestandjes die u kunt accepteren of niet accepteren, ja, dat is een gevolg van wetgeving van de overheid. We hadden het liever ook niet zo gehad. Wetgeving van de overheid. Ik zie het bij niemand anders alleen bij u. Ik heb nog niet. Als de criminaliteit aangaande, dan komen wij in een ontzettend onveilige en daarmee onvrije samenleving te wonen. En voor cookies geldt het ook. Daar werd ontzettend mee gefraudeerd. Er werd ontzettend ingedrongen op jouw privacy. Jouw vrijheid werd beperkt. Toen zijn de regels ingevoerd om die vrijheid van jou te waarborgen. Dus dat idee, wat de libertijnen nu steeds zeggen, dat als we maar van die regels afkomen, als we maar geen overheid laten ingrijpen, dat we dan vrij zijn, dat is volgens mij een schijnwereld. Het beeld dat u hier schetst is volledig incorrect. Om te beginnen, wij zijn libertariërs, geen libertijnen. Wij zeggen ook niet dat de absentie van regels vrijheid is. Wij zeggen dat de absentie van dwang en geweld vrijheid is. Dat betekent dat er wel regels mogen zijn om dwang en geweld te bestrijden. Maar waar we het hier dus over hebben, dan zegt hij, hij doet alsof wij moord zouden willen legaliseren. Maar dat is een inbreuk op jouw vrijheid. Dat is juist iets dat verboden mag worden. Maar er zijn ook talloze regels die jouw dingen verbieden waar je niemand mee schaadt. Okay. Daar zijn wij tegen. Wat betreft die cookies, jij mocht eerder zelf kiezen. En nu kiest de overheid. We zijn de enige partij die uw vrijheid garandeert. We zijn de enige partij die uw rechten niet schendt. We zijn de enige partij die u niet dwingt. We zijn de enige partij die de staatsschuld daadwerkelijk wil afbouwen en niet alleen net wat minder wil vergroten. Wij zijn de enige partij die daadwerkelijk voor een 0% norm in plaats van een 3% norm op het tekort wil gaan. Die niet meer wil uitgeven dan wat binnenkomt. We zijn de enige partij die vindt dat u het recht heeft op uw eigen lichaam, op uw eigen geest, op uw leven, op uw vrijheid en op uw eigendom. En wij blijven daar met onze tengels van af. We zijn de enige partij die respect voor u heeft als volwassen mensen die voor zichzelf kunnen denken. Daar staan wij voor. Yeah.